Dag dames en heren, welkom bij weer een bijzondere aflevering van Onze Toppers. De Paralympische Spelen zijn in volle gang en een aantal van onze regiogenoten die meedoen in Londen hebben nog volop medaillekansen. We stellen ze aan u voor. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass. Ja, je sport heet officieel aangepaste dressuur. Ja. Kun je iets vertellen over hoe je daarmee begonnen bent en hoe dat zo gekomen is? Nou ja, ik deed altijd een beetje alles en nog wat. En op een gegeven moment toen had ik een paard drachtig en daardoor was ik gekomen tot de aangepast sport en deed ik met de Nederlandse kampioenschappen mee en daar werd ik gelijk Nederlandse kampioen mee. Dus ja, dat gaf mij de boost om verder te gaan in de aangepast sport. Dat deed ik met het paard waar ik Nederlandse kampioen mee werd en dat was toch de kwaliteit die we eigenlijk zochten. Dus toen ben ik gaan zoeken en dat is toen Toscane geworden en daar ben ik Europese kampioen en wereldkampioen mee geworden. Ja, en nu heb ik deze zwart achter me en die moet het volgende stukje gaan afmaken. En ik hoop dat ik Olympisch goud ga winnen met dit paard. Ja. Ja, hoe lang ben je al met jouw sport actief? Met de aangepaste sport 7 jaar en al 39 jaar met de paardensport. Dus ja, vanaf kleins af aan al helemaal verbonden met de paardensport. Valencia gaat mee naar de Spelen? Die gaat mee naar de Spelen. Mijn zwarte wonder. Het is een 10-jarige Mary. En ze heeft eigenlijk alles al gewonnen in Nederland sowieso. In het buitenland heeft ze maar één wedstrijd waarbij ze iets minder was. Maar het is gewoon een heel goed beest en een super combinatie met mij. Dus gaat helemaal goed komen. Ja, was er in Beijing ook al bij? Nee, dat was de witte. Daar ben ik wereldkampioen mee geworden. Dat is Toscane. Die is reserve voor Londen. Maar de zwarte was zoveel beter, dus die gaat, de betere gaat mee naar Londen. En Toscane is dus de reserve voor Londen. Ja. Ja, je hebt al hele mooie prijzen gepakt, Europese titels. Ja. Wereldkampioen. Wereldkampioenschap. Moet die Olympische titel de kroon worden op je carrière? Ja, natuurlijk. Dat is iets waar alle sporters natuurlijk op toespitsen. En voor mij dus ook. Dit is voor mij gewoon de droom die zou uitkomen voor mijn hele carrière. Om daar nog sowieso, het maakt niet uit wat voor kleur. Het is allemaal prachtig. Maar goed, ik ga natuurlijk wel voor de gouden. Nou, absoluut, dat is de Benkie. Ja, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Dat is mijn punt en mijn doel. En ik hoop dat ik het ga redden. En ik hoop dat mijn paard in vorm is. En ik zelf ook. Dat we het gewoon met z'n tweeën gaan maken. Want het is gewoon, paardrijden is gewoon een twee-eenheid. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in. Dat kan ik je wel zeggen. Ja, je hebt een paar weken geleden gekeken, neem ik aan, naar Ankie van Grunsven. Ja. Wat is het verschil met de dressuur voor de valide sporters en aangepaste dressuur? Wat zijn de verschillen daartussen? Nou, het niveau. Ik bedoel, het niveau wat de valide sporters moeten laten zien is natuurlijk vele malen hoger als degene die invalide zijn. Dat is vrij logisch. Ik heb mijn beperkingen en dat wordt ook aangepast in de grades. Dus jij strijdt in een groep met sporters die eveneens in een rolstoel zitten, zeg maar? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Nou ja, het is voor mij. Het was een lange zoektocht naar het perfecte paard. Toen ik haar zag, had ik gelijk de chemie van dat is ze. Het is een 10-jarige Mary, wat ik al zei. En ze heeft alle kwaliteit om voor in mijn sport zeker heel hoog te kunnen eindigen. We hebben een ontzettend gevoel met elkaar.
Ja, we zijn echt een eenheid. Ze begrijpen precies wat ik bedoel met communicatie met elkaar. Hele lichte hulpen. En daardoor is het gewoon, zijn wij gewoon echt wel een goede combinatie die hoog zou kunnen eindigen. Goed zo. Ik kan niet wachten. Ik zit vol vuur, ik zit vol strijd. Ik heb zoveel vertrouwen in het feit dat ik daar naartoe mag. En ik heb er ontzettend veel vertrouwen in. Ja. Voor het nationale team speel ik nu 5 jaar en daarvoor heb ik in wat jeugdteams gespeeld, onder 15, onder 17 en toen doorgestroomd naar het nationale team. Ja, bij de geboorte is er een hersenbeschadiging gekomen en daardoor hebben we een motorisch probleem en zo kom je in dat team. Dit is Daan Dikken, hij ligt op de grond geblesseerd en kan niet verder. En er zijn er ook een paar die op latere leeftijd iets is overkomen, een herseninfarct bij eentje. Dus dan ben je ook een aanmerking om voor ons team te spelen. Ja, maar één ding hebben jullie gemeen, jullie zijn allemaal hartstikke goede voetballers, hè? Anders kom je niet in dat team, denk ik. Ja, doorzettingsvermogen is ook iets wat wij wel hebben. Als het om grote toernooien gaat, heb je het WK al eens meegemaakt, hè, in Nederland? Ja, ik heb vorig jaar het WK in Drenthe meegemaakt. Mooi toernooi, veel toeschouwers, maar de spelen worden groots. Ja, hoe was dat om in Drenthe te mogen spelen, zeg maar, om voor je land uit te komen? Ja, mooi, omdat er veel publiek is. Maar het is natuurlijk wat anders als je bij Meerburg speelt met een paar toeschouwers. In plaats van dat er nu veel op de tribune zitten. Meerburg is echt jouw club hier, wat zou maar ze zeggen? Ja, mijn club, ja. Ben je hier opgegroeid? Want je woont hier in de buurt? Ik woon in Zoeterwoude, ja. Opgegroeid hier. Maar ik heb wel wat tussenstapjes genomen, maar weer terug bij Meerburg. Wat stel je ervan voor, van wat er allemaal gaat gebeuren straks in Engeland? Nee, ik denk, we zitten in een pool bij Iran, Rusland en Argentinië. Eerst was het 1 september tegen Iran. Wordt een pittig potje, nummer 2 van de wereld nu. Maar met een beetje geluk en je weet nooit hoe het gaat in een wedstrijd, kunnen we een stuntje plaatsen en dan door naar de halve finale. Hoeveel landen hebben een goed CP-voetbalteam? Want je noemde Iran al als een van de toplanden in de wereld. Ik weet niet precies hoeveel landen er zijn. Tijdens het WK deden er 16 mee. En dan hebben we er nog wel wat paar landen, dus laat zeggen 25 landen of zo. Maar echt die serieus meedoen om plaatsing voor de Spelen, dat zijn er een stuk of 19. En er gaan er 8 mee. Dus. Ja, hoe goed is Nederland? Is Nederland een kandidaat voor de medailles? Het moet kloppen om een plak te halen. Maar het is niet onmogelijk. Wat is jouw positie? Ik sta op middenveld, rechtsaf. Ja, wat voor type voetballer ben jij, zeg maar? Ja, wat voor type? Ik moeilijk te zeggen over zelf, maar. Ik denk, ik hou het liefst van lekker positiespel, lekker kort tikwerk. Maar... Ja, met welke voetballer kunnen we dat dan vergelijken, zeg maar, als je een Eredivisie-speler of een topper erbij pakt? Dan moet ik gaan graven, maar dat laat ik aan jou over. Maar nee, ik denk een slimme speler. Daar, maar de lijnen een beetje uitzetten, zeg maar. Ja. Is dat jouw taak ook binnen het team? Daar hebben we ook andere spelers voor, maar ik probeer mijn steentje bij te dragen. Hoe vaak ben je met je sport bezig? Want jij zit neem ik aan nog op school. Niet zo heel veel meer. Nou niet meer. Ik heb vorig jaar heb ik besloten om te stoppen met school. Om dit jaar echt volledig voor de sport te gaan. En ben ik intern gaan wonen in Groesbeek. Om daar 4 keer in de week te gaan trainen. En dan een wedstrijdje hier bij Meerburg. Dus het mag wel serieus genomen worden. Ja, dus je hebt eigenlijk het afgelopen jaar als een prof geleefd, zeg maar. Ja.
Kun je dat moment al voor de geest halen, straks het volkslied voor het eerst klinkt? Nou, zien we dan wel weer. Sportservice Zuid-Holland. Ja, klopt. Wat doe je hier? Werk je hier? Ik werk hier. Ik ben consulent en accountmanager bij Sportservice. Ja. En wat doe je dan? Nou, dat is eigenlijk enerzijds begeleiden en ondersteunen van gemeenten op het gebied van sportbeleid. En anderzijds ook een beetje bevorderen regionale samenwerking, ook op het gebied van sport. Dus we doen hier van alles met sport en bewegen. En speelster van de nationale ploeg zit volleybal. Ja, ook. Het is alleen maar volleybal en sport, hè? Ja, klopt. Zeker in dit traject naar de Spelen toe? Ben je dagelijks met je sport en je werk bezig? Dagelijks. 'S ochtends werk ik op kantoor en 's middags rijd ik dan snel door naar Papendal of naar Leersum waar we trainen met nationaal team. Je hebt een handicap, je mist je bovenbeen onder. Ja. Hoe zat het precies? Ja, het is een beetje een ingewikkelde constructie. Ik ben ermee geboren en ik mis inderdaad mijn bovenbeen. Dus mijn knie zit vast in mijn heup en daaronder heb ik gewoon een onderbeentje, zeg maar. Kleiner dan normaal. En daaroverheen heb ik een prothese, dus in het dagelijks leven loop ik met een prothese en met een kruk, meer voor de stabiliteit. Ja, ja. Maar bij je sport mag dat juist niet, hè? Nee. Nee, bij de sport heb ik helemaal niks, dus dan heb ik mijn prothese ook af en dan zit je zonder prothese in het veld. Ja. Nou ja, je hebt 3 categorieën in zitvolleybal en in Nederland hebben we de categorieën een naam gegeven, zwart, grijs en wit. Internationaal is dat disabled, minimal disabled en non-legible. Wat wil zeggen dat je eigenlijk 5 zwarte spelers, dus disabled spelers, in het veld mag hebben. En die hebben een heel duidelijk aanwijzbare handicap. Ofwel ze missen een deel en dan moet het wel echt een groot gedeelte van een ledemaat zijn. Of iemand heeft een bepaalde ziekte, MS, maar dan moeten er wel uitvalsverschijnselen zijn. We hebben jong en oud, wisselt heel erg af. Dus onze jongste speler is nu 20 jaar volgens mij en onze oudste speler 51. Dus het is een hele range aan leeftijden bij ons. Ja. Ja, Elvira is de aanvoerster van die ploeg, hè? Ja, dat klopt, ja. Ze heeft de uitstraling die een speelster nodig heeft om dat te dragen. Er zijn naast de zaken die in het veld gebeuren, zijn er ook zaken die rondom een team gebeuren. En ze heeft wel het charisma om dat wel op een juiste manier te benaderen. Het moet allemaal tot in de puntjes geregeld zijn voor haar, maar vooral voor haar teamgenoten. En zij hecht daar heel veel waarde aan dat er goed gewerkt wordt. Zij weet heel goed te verwoorden wat er binnen het team speelt, ook naar de coaches toe. Naar de scheidsrechter toe is ze altijd wel ferm, maar toch ook wel heel, je moet natuurlijk ook wel een beetje vriendelijk blijven. Je moet een beetje met je charmes kunnen werken. En ik vind dat Elvira dat heel goed kan. Er wordt wel wat verwacht, ook door de rijper ervaren spelers. Die willen toch wel graag nog een keer te knallen en ook nog eens een keer de medaille wegslepen in Londen. In 2008 gingen wij echt voor een gouden medaille en toen hadden we ook alles gewonnen wat er te winnen viel op dat moment. Nu is dat anders, nu zie je dat andere landen ook sterker zijn geworden, zijn wat wisselingen bij ons in het team gekomen. En dus is het weer een heel nieuw evenement, zeg maar. Dus ik ben. Het wordt een flinke klus om een medaille binnen te gaan slepen. De laatste 2 jaar is echt puur gericht op die Paralympische Spelen. En vorig jaar heeft hij een EK gewonnen, is hij 2 keer Europees kampioen geworden op 2 afstanden. Maar toch eigenlijk met het doel 2012 en niet de EK. Mark is bij me gekomen vanuit het sporten bij de Zevensprong. De Zevensprong is zeg maar een vereniging die heel veel invalide opleidt, zeg maar, tot zwemmen, tot andere sporten. En Mark kwam bij mij voor het keerpunt aan te leren. Daar was hij erg slecht in en dat vond hij erg belangrijk, zeg maar, om dat onder de knie te krijgen.
Hoe vaak ben je hier in Hillegom in het buitenbad te vinden? Nou, nu, omdat het nu tapefase is, ben ik 5 maal in de week hier, 6 maal in de week hier. Ja, dus echt bijna elke dag ben je flink aan het zwemmen? Ja, alleen toen in het begin van het seizoen, in het midden van het seizoen, training toen 3 keer op de dag. Nu ben ik nu met een tapefase bezig, train ik nu 2 keer op de dag, 1 uur dus. Dus eigenlijk voor mij een beetje relaxed. Normaal deed ik 5 uur per dag of 4 uur per dag. Ja, 4-5 uur per dag. Ja. Bij de zwemvereniging in Haarlem normaal gesproken, hè? Ja. Maar is dit lekker zo dicht bij huis? Ja, dat is wel heel dichtbij. 500 meter van mijn huis. Ja. Mark die heeft ervoor gekozen, dat heeft hij zelf gedaan, om in Hillegom te trainen. Om niet bij de Bond te trainen of in Haarlem te trainen. Bij zijn eigen vereniging, ZV Haarlem. Daaromheen moet je een aantal zaken moeten er gewoon gebeuren. Een fysiotherapeut, een sponsoring moet er natuurlijk zijn geld moeten zijn. Want als je niet bij de Bond traint, dan krijg je ook geen geld voor trainingskampen. Sportpsycholoog was er nodig. Er gebeuren heel vaak dingen en die regel ik dan. Kijk, Mark moet zich alleen bezighouden met zwemmen. Zijn trainer moet zich bezighouden met trainen. Iedereen zijn eigen discipline, zeg maar. En ik regel alles wat er omheen zit. Ja, aan de buitenkant zie je niks aan Mark. Mark is autistisch en heeft ook een wat lager IQ dan u en ik, om het zo maar even te zeggen. En Mark wordt ingedeeld, zeg maar, in een bepaalde klasse, een S4-klasse. Dat hij, zeg maar, tegen dezelfde tegenstander zwemt bij de Paralympics. Op het moment dat wij de diagnose kregen dat hij verstandelijk beperkt en autistisch was, dan stort die wereld gewoon in. Hij was toen 3 jaar. Zijn moeder, zijn oma, die mijn moeder dan, die zegt: "God, ik vind het toch wel heel erg wat er in jullie gezinnetje gebeurt. Kan ik wat voor jullie doen?" Nou, zei ik toen van: "Ja, gaan we met hem naar het zwemmen, want we zouden heel fijn vinden als hij zou kunnen zwemmen. Een waterrijk landje, kunnen zomaar ongelukken gebeuren." En die is toen vanaf dat moment, vanaf zijn 3e jaar, elke zaterdag met hem gaan zwemmen. En zo is hij aan het zwemmen gekomen. Want nu zit het recht aan te komen? Ja, het zit recht aan te komen. Mijn moeder had ook mee. Voor haar zei ze iets van, als ik daar geweest ben, zegt ze is 81 inmiddels, dan is de cirkel rond voor mij. Ja, geweldig, hè, denk ik, om mee te maken. Ja, dit is, schiet de woorden tekort. Over 30 seconden. Ja, dan kom je ongeveer tegelijkertijd met hem aan, op plaats. Ja! Okay. 1, 2, hup! Kom op. Het is ook behoorlijk druk wel zoals morgens dit zwembad, hè? Maar je hebt een aparte baan. Ja, het was eerst initiatief van vader, maar het zwembad heeft overgenomen dat de mensen die snel zwemmen, die kunnen daar bad in. Hoe hebben jullie ontdekt dat Mark zo ontzettend goede zwemmer is? Dat was eigenlijk een beetje toeval. Hij werd toen in een jaar of 12, 13 was, werd hij gevraagd bij de zevensprong waar hij toen zwom. Om in de wedstrijdgroep te komen. En dat is hij gaan doen. En toen ging hij voor het eerst naar het Nederlands kampioenschap. Toen won hij 5 keer goud. En dat gebeurde de 2e keer weer bij de winterkampioenschap. En dan hadden we zoiets van, dat zal toch wel iets bijzonders met hem aan de hand zijn. Zo zijn we erachter gekomen. Mark komt uit op de 100 meter school, 100 meter rug en 200 meter borstkraal. Dat is ontzettend goed. Er zijn er niet veel, zeg maar, die op 3 nummers op 3 verschillende afstanden uitkomen. Mark hoort op het ogenblik bij de top 5 van de wereld. Dus ik verwacht wel wat van hem. Ja. Ja, het zou zomaar kunnen dat hij met een hele mooie medaille thuis komt. Als je bij de top 5 van de wereld hoort, dan ben je medaillekandidaat. Medaillekandidaat ben je op het moment, zeg maar, dat je vanuit je series de finale zwemt. Mark hoort bij de top 5. Het zou me ook, zeg maar, verbazen als hij dus niet in de finale zou komen. En op het moment dat je finale zwemt, ben je een potentiële kandidaat om een medaille te winnen. Wordt het jouw eerste keer dat je aan de Paralympische Spelen gaat meedoen? Ja. Nee. Wat stel je ervan voor? Want je hebt, neem ik aan, de Olympische Spelen gezien en met dat fantastisch mooie zwembad. Ik zeg iedere keer tegen mijn vader, ja, daar ga ik zwemmen. Ja, wat moet het gaan worden? Een mooie belevenis straks in Londen? Ja, het wordt een heel groot feestje. Ik ga er vol van genieten. Als ik daar het zwembad in moet lopen, als ik word voorgesteld, dan ben ik wel vol op de concentratie, maar dan vind ik het wel lekker.